Hoi, het is bijna het einde van een heel gek jaar. Niemand had een jaar geleden bedacht dat corona ons leven zo zou beïnvloeden. Maar wat is er nog meer allemaal gebeurd? Ik ga het je proberen te vertellen. De successen van D66 van 2020 in 2 minuten. Start de tijd. In 2020 is een plan aangenomen voor een CO2-heffing voor de industrie. Het ouderschapsverlof is verlengd van 5 dagen naar 6 weken. Starters die hun eerste huis kopen hoeven vanaf 1 januari geen duizenden euro's overdrachtsbelasting meer te betalen. En er komt een eerlijke prijs op vliegen door de vliegtaks. Ons wetsvoorstel om LHBTI'ers en mensen met een handicap beter te beschermen in de grondwet is aangenomen. We schreven een heel nieuwe onderwijsvisie. Met voorstellen als meer salaris voor leraren, bijles, sport en cultuur en op school een gezonde warme lunch. We kwamen met een voorstel voor een nieuwe studiebeurs voor studenten. Ik vond me net Matthijs van Nieuwkerk. We dienden het wetsvoorstel Voltooid Leven in. Er kwam in 2020 meer geld voor onderwijs en innovatie. Er komt een tijdelijk vrouwenquotum voor meer gelijkheid op de werkvloer. De nieuwe inburgeringswet is aangenomen, zodat nieuwkomers vanaf dag 1 direct de taal leren en ze sneller aan het werk kunnen. Er is extra geld voor leerlingen om leerachterstanden weg te werken. En dankzij GroenLinks en D66 wordt 2023 het jaar waarin we de afschaffing van slavernij herdenken. We schreven een initiatiefwet om het lidmaatschap van de Europese Unie in onze grondwet op te nemen. En er komt opnieuw meer geld voor fietsenstallingen bij stations. Er kwam een steunpakket voor musea en theaters. En er kwam nog een steunpakket voor musea en theaters. En opnieuw extra geld voor theater- en muziekgroepen. Volkomen terecht. Ben ik al klaar? Nee, nog lang niet. Want er kwam ook een enorm coronasteunpakket waarmee de overheid het salaris van ruim 2,5 miljoen werknemers overnam. We maakten een pamflet om techreuzen als Google en Facebook harder aan te pakken. En een nieuwe stikstofwet werd aangenomen, zodat we onze natuur nog beter kunnen beschermen. We schreven een visie op het mbo, zodat we mbo-studenten hetzelfde behandelen als de rest van de studenten. De nertsenfokkers gingen eindelijk dicht. Het handelsverdrag met Canada is aangenomen door de Tweede Kamer. En een nieuwe donorwet ging officieel in werking. Onze Magnitsky-wet werd dit jaar aangenomen in Europa, waardoor we mensenrechten schenders over de hele wereld harder kunnen aanpakken. En we schreven een plan voor meer treinen naar het buitenland. Er is 100 miljoen extra per jaar om wachttijden bij asielprocedures aan te pakken. We schreven een baanbrekend voorstel om alle ingewikkelde toeslagen af te schaffen. En mensen met een vaste belastingkorting beter te helpen. En gratis kinderopvang en een hoger minimumloon. Er kwam extra geld voor de jeugdzorg, want dat is hard nodig. 2 keer zoveel geld voor de natuur. En onze wet om gebarentaal officieel te erkennen is aangenomen. Er komt een groeifonds waarmee we miljarden gaan investeren in klimaat, onderwijs en openbaar vervoer voor toekomstige generaties. En dankzij ons voorstel moet Nederland zich voorbereiden om Polen aan te klagen omdat ze daar de rechtsstaat slopen. En we hadden de uitwerking van het pensioenakkoord. We schreven een zorgvisie en een plan om mensen gezondere keuzes te laten maken. Er gaat meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. We maakten een einde aan wegwerpplastics. En na de Black Lives Matter protesten maakten we een actieplan opstaan tegen racisme. Onder andere met een voorstel om discriminatie door makelaars en uitzendbureaus harder aan te pakken. En we leverden de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Oh nee, dat is volgend jaar pas.